Maar ze mag de handen in de lucht gooien, hoor. Carvalho, die de Amstel Gold Race, de 8e editie, gaat winnen. Prachtige overwinning van de Italiaanse. Ja, over ruim 2 maanden dan wordt hij weer verreden, de Amstel Gold Race. Zojuist heeft de organisatie bekendgemaakt dat er voor de komende editie veranderingen aan het parcours zijn aangebracht. In Valkenburg sportverslaggever Maurice Jesse. Ja, Maurice, wat zijn nu die belangrijkste veranderingen? Nou, de grootste veranderingen zitten voornamelijk in de vrouwenkoers. Die worden een heel stuk zwaarder. Hij is namelijk 30 kilometer langer dan de andere edities. En er komen ook nog eens meer beklimmingen in te zitten. De start van die vrouwenkoers is op het Vrijthof in Maastricht. Dat was de andere jaren ook al. En dan komt meteen de eerste grote verandering. We rijden een flink stuk noordelijker. We rijden dan tot aan Sittard-Geleen en buigen dan af en gaan dan richting het zuiden, richting de heuvelzone. Daar wachten dan 21 beklimmingen op de dames, waaronder andere ook de Keutenberg. En die heeft nog nooit in de vrouwenkoers gereden. Dan gaan ze richting Valkenburg, waar de finale dus van zo'n 18 kilometer lang de andere jaren 3 keer werd genomen. Maar nu, in de komende editie, wordt die dus 4 keer genomen. Dus het wordt allemaal een veel en zwaardere koers. Koersdirecteur Leontien van Moorsel, die legt uit wie er eigenlijk verantwoordelijk is dat deze Amstel Gold Race voor de vrouwen een heel stuk zwaarder is. Leo van Vliet, de koersdirecteur bij de mannen, die had telefonisch contact gehad met Annemiek van Vleuten. En die zegt, wat heb jij nodig om winnares te worden van de Amstel Gold Race? En toen heeft Annemiek van Vleuten heel eerlijk opgebiecht. Ja, dan zou het fantastisch zijn als die langer, nog net even iets meer beklimmingen. Ja, dat is in mijn voordeel. Dan ga ik misschien de Amstel Gold Race op mijn erelijst toevoegen. 1700 hoogtemeters, de Keutenberg zit erin, een extra plaatselijke ronde, wat we meer gaan rijden. Dus ja, het wordt afzien voor die meiden. Een pittiger en langer parcours dus, Maurice. Voor die vrouwen wordt er aan het parcours van de mannen ook gesleuteld. Nou, daar zijn maar een paar kleine veranderingen. Die lus naar Sittard, die zit ook in hun koers. En de startprocedure, die is wat anders. Normaal starten de mannen als eerste. Dat is nu anders. De vrouwen gaan als eerste starten. Mannen moeten heel even wachten. En dan zijn zij pas aan de beurt om aan de Amstel Gold Race te beginnen. Koersdirecteur Leo van Vliet van die mannenkoers legt uit waarom het toch wel moeilijk was om die 2 koersen die tegelijk verreden worden, ja, goed op elkaar af te stemmen. Het is best complex, omdat we natuurlijk de dames- en de herenkoers door elkaar laten rijden. En dat willen we ook zo houden. Dat willen we ook 's morgens bij de start hebben. En de finish, de rondjes. En nou ja, we zijn heel aan het puzzelen geweest en we zijn er toch uitgekomen. We hebben een lust meer in het noorden, dus via Sittard-Geleen een extra lust erbij gemaakt. En dan hebben we bij de mannen aan het eind weer een stuk eraf gehaald. En uiteindelijk komt het goed. En beide koersen mogen elkaar niet kruisen? Nee, niet tegenkomen, zeker niet. Nee. En ook niet inhalen, dus dat hebben we allemaal berekend. Want dat is in het verleden al eens een keertje gebeurd. Dus in het verleden kwamen ze elkaar bijna tegen. En toen, dat is mijn slechtste uurtje geweest in 28 jaar Amstel Gold Race. Beide koersen worden op zondag 16 april verreden. En een dag eerder, op de zaterdag, is het de beurt aan de 15.000 toerrijders die dan hun eigen Amstel Gold Race gaan rijden.